De koning van Benin, Denis Atshade Asongba, ziet graag dat Afrikanen in diaspora samenwerken om vooruit te komen. De afgelopen dagen bracht Asongba een bezoek aan Suriname voor deelname aan de conferentie over The Legacy of Slavery and Indentured Labor, die zaterdag is afgesloten. Gisteravond was de koning deel van een bijeenkomst gericht op African Views. Asongba zegt dat het belangrijk is dat een ieder weet wat hun afkomst is en hun religie. De komst van de verschillende religieën heeft gezorgd voor een scheiding in Afrika, meent Asongba. This is a big thing that's happening in Africa. The Muslims say what they have to say, put to one Africa in size, the Christian put to one Africa in size, and let them live their own culture, what we have. But Benin is the only country that keeps its traditional life. We have come for. Nobody will do. We make our consultation, we know already what you bring to us. If you come to me, I already know what you have. If you're good, I know. So if you look at the, you know, King Beyonce, who is my grandfather, you see who is, you can Google King Beyonce. Beyonce is B-E-H-A-Z-I-N. The King Beyonce from Benin. That's my grandfather. So we are here for everywhere. We're going to come back. We're going to make sure that everybody is to know a little bit about where they really come from. Wale Idris, de oprichter van de organisatie African Views, gaf het publiek nadere uitleg over zijn organisatie. De African Views-organisatie geeft inzicht in het collectieve geweten en bewustzijn van de aanwezigheid en diversiteit van Afrikaanse waarden wereldwijd. De organisatie is een non-profit organisatie die de wereldwijde alliantie van Afrikaanse visies, stemmen, wijsheden, ideeën, intelligenties en waarden promoot voor de lokalisatie van duurzame ontwikkelingsoplossingen in wereldwijde Afrikaanse gemeenschappen. Wale vertelt waarom African Views nodig was. We created it because of the need to showcase the diversity and the wealth of African people. And what we realized is that oftentimes when we talk about African wealth, people look at the extractive industries and all kinds of challenges, why the Africans were pushed around, enslaved and bullied, all those type of things. And often what we realize is that people look past the true wealth of the African people, which is in their hearts. So it turns out that that's what we need to do. And when we begin to look at the beauty and the tapestry of the diversity of African people, this wealth is amazing. Wale zegt dat de organisatie African Views gericht is op samenwerkingen met wetenschappers en mensen van diverse religieuze stromingen. De organisatie staat niet te springen om te werken met overheden, omdat ze politieke invloeden willen voorkomen. Er bestaan plannen om de samenwerkingen tussen African Views en lokale organisaties in Suriname te ontwikkelen.